VacoGamers, Lars hier. Welkom terug bij meer GTA 5 hier op VacoGames. Michael zit lekker chips te vreten en tv te kijken. Ook een paar van mijn favoriete bezigheden. Maar ook een andere favoriete bezigheid van mij is lekker video's maken. En een nieuwe favoriete bezigheid van mij is de laatste tijd om alle missies goud te halen op GTA 5. En dat gaat best lekker. We hebben de eerste 7 missies helemaal goed gedaan. Nu is het tijd voor missie nummer 8, Daddy's Little Girl. En dat betekent dat we vandaag binnen 1 minuut van de kust naar een boot moeten gaan zwemmen. Binnen 1 minuut. Mijn vorige record is 1 minuut en 6 seconden. Dus we moeten nog 6 seconden van mijn oude record af zien te snoepen. Op een of andere manier, geen idee hoe, maar we gaan het gewoon maar doen. Hey! Gozer! Jimmy wilde een gamekanaal oprichten. Just Jimmy Games, of hoe die ook heten mag. Ah, kom op. Weet je hoe duur die tv is? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want to be hit by your son? Yeah. Uh-oh. I just want you to do something. Besides sit there eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, dad. It means a lot. Ah, ik vind het echt zo ik vind het gewoon niet leuk voor ze. I'm just trying to help you. Michael die probeert te helpen, maar hij weet niet hoe het moet. Like smashing my fucking TV. En Jimmy die weet ook niet wat hij met zijn leven aan moet. Ah, oh, dan is die verdrietig. I'm sorry. I just wish we could do things together. Ja, samen televisies kapot slopen. Lekker met z'n allen naar de mediamarkt en tv slopen. Kom, hup. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride. You wanna go on a fucking bike ride? Ja, we gaan fietsen. Fine, let's go on a fucking bike ride. Yeah. Waar gaan we naartoe? Ik weet waar we naartoe gaan. Fuck me. Nou, liever niet. En het maakt niet uit hoe lang we erover doen om daar te komen. Dat maakt niet uit. Het maakt niet uit hoeveel mensen we overhoop schieten. Als we maar binnen 1 minuut zometeen bij het water zijn. Dat is goed. Kom op, stap in. Gaan we lekker fietsje huren. Kom op, Jimmy. Instappen. Waarom kunnen we die auto niet pakken? Ik wil liever die gele. Dat is veel cooler. Oh, ho. Oh. We zijn de deur nog niet eens uit en we hebben al een botsing achter de rug. Goed gedaan, Vaco. Echt top. Deze auto die stuurt een heel stuk beter dan die achtervolgingsauto van gisteren. Oh, rustig. Rustig, auto. Rustig. Want die achtervolging van gisteren die was echt super baas. Jullie hebben er ook ontiegelijk veel likes op achtergelaten. Waarvoor? Oh, mijn dank. Waarvoor mijn hele grote dank. Mocht je deze aflevering nog niet geliked hebben, doe dat even, jongens. Helpen jullie mij namelijk echt enorm mee. Rustig. Rustig. Gaat je daar? Gaat je hier? You're driving like a psychopath, Michael. Hey, ik ben je pa. Je noemt me geen Michael, vriend. En inderdaad, ik ben een psychopaat en ik rij als een Leroy Jenkins. Leroy Jenkins, autostyle, de dirt. You think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not one who doesn't respect my fellow human beings. Hier moet er ergens die bike rental zijn waar we fietsen kunnen huren. Hier moeten we fietsen huren. Oké, Emma. Mensen zitten tegen de voorruit aan. Oké, fietsen. Prachtige bike rental place. Zal ik niet doen. Ik zal de fietsverkoop meneer echt niet neerschieten. Maar ik wil wel een coole fiets hebben. Ik wil, geel. Ja, geel. Ja, gele fiets. €20. Holy shit, $20. En wel een helm op voor de veiligheid. Echt niet. Race Jimmy to the pier. Oké. Dan gaan we wel lekker over deze weg. Dat is veel beter. Ik heb namelijk een wielrenfiets. En wielrenfietsen doen het meestal niet zo goed in het zand. Dat is echt verschrikkelijk. Fietsen door zand? Ik vind echt weinig dingen minder irritant. Fietsen door zand is zo irritant. Dan blijf je echt trappen. Gelukkig hebben ze deze keer de hele pier helemaal mooi schoongemaakt. Speciaal voor mij natuurlijk. Dus om mij te helpen. We liggen echt 20 kilometer voor op die gozer. Nou, nee, niet Sweet Jesus, Sweet Michael. Ik ben meneer Jezus toch helemaal niet. Voor mij heb ik de verkeerde afslag genomen. Dan moet ik zo meteen alsnog door het strand. Verkeerde afslag. Hoepa.
Even een stukje afsnijden, jongens. Gewoon voor de makkelijkheid. Waar is dat pad? Oh, hier. Ik was het pad kwijt. Oh, pas op, boom. Oh, pas op, Michael. Holy shit, dure auto's hier. Gimme, dure auto's. Gimme, dure auto's. Iets zeg maar dat je hier helemaal niet mag fietsen. Dit ziet er niet echt uit als een fietsplek. Oh, dit wel. Santa Monica Pier. Kom op, Michael. Hup. Sportieve jongen, die Michael. Kijk uit, mensen aan de kant. Move. Police. Nee, niet politie. Ik kom hier alleen maar fietsen. Hoppa. Oké, kijk, daar is die boot. Dus we moeten zo meteen binnen een minuut van deze pier naar de boot zwemmen. Binnen een minuut. Dat moet lukken. Er moet 6 minuten van mijn oude record af. 6 minuten? 6 seconden, sorry. 6 minuten, holy shit, dat zal wel heel langzaam zijn. Ik weet dat Michael een bejaarde is, maar zo lang? 6 minuten om van hier naar daar te zwemmen, dat krijg ik ook nog wel voor elkaar. Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Nee, Tracy zit op een andermans yacht. By dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. Yep. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. That boat. Dat weet hij ook gewoon echt, hè? Waar zijn zus uithangt met de vriendjes. You know the kind of boat, the one that makes a young impressionable girl mm-hmm. drop her pants and spread her legs. Yep, ik weet precies hoe dat gaat. You fuck. Dad, zwemmen! Wee! Oké, okay, nou als de wielen weer gaan naar boven. En nu go. 1 minuut. 35 moet hij opstaan bij mij. Kom op, Michael. You can do this. 1 minuut. 1 minuut van hier naar daar. Ik ben echt als een malle op dat ding aan het rammen. Nog bijna een halve minuut. Kom op, Michael. Zwemmen met dat lijf van je. Kom op. 30 seconden. We gaan in een rechte lijn. Nog 20. Als ik goed geteld heb. Uh-oh. Nog 15, come on. Die boot heet toch echt waardigheid, heet hij. Kom, klim. En we zijn er. Oké, dat was minder dan een minuut, gok ik. Ja, hij staat nog niet op 35. Dit moet minder dan een minuut zijn. Als dat niet zo is, dan word ik echt heel chagrijnig. Kom, we gaan feest vieren dat ik minder dan een minuut erover gedaan heb. Hier op deze boot. Porno here. They uh-huh. shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Let's go. Oh, hij heeft ook echt ons huis verhuurd voor een pornofilm. Hey, ain't cool, man. Hey, jij gaat even een stukje zwemmen. Doei. En jij gaat met mij mee. You're such a jerk. Ik ben helemaal geen eikel. Ik wil je alleen maar beschermen. These guys are serious. Ja, ik ben ook heel serieus. Op dat ding. Oh, motherfuckers. Get on, now. Nou, kom op, opstappen. En go. God damn it. Doei. Later, jongens. Ik smeer hem, ik peer hem. Tra-na-na-na-na. Oh, yeah, they're coming. Go into that outlet. Ja, ja, ik doe mijn best. If you say so, Trace. Dit is echt de perfecte plek om lekker te gaan jetskiën. Heerlijk door het riool. They're shooting at us. Aha. Lose the pursuers. Oké. We moeten die gasten kwijt zien te raken. Dat betekent gewoon hard varen en scherpe bochtjes maken. Dat werkt meestal het beste. Waarom hangt mijn dochter uit met serious drug dealers? Waarom? Had je geen andere vrienden kunnen vinden? Ja, dat soort dingen gebeuren nou in de Los Santos. Kan ik ook weinig aan veranderen. Dan hoeven ze niet meer met jou bezig te zijn. Dan zijn ze in ieder geval van je af. Back up, you prick! Hop, en naar rechts. Oh nee, dit loopt dood hier. Uh-oh. Het loopt dood hier. I can't believe I sort of had sex with you, you psychopath. Andere kant op.
Kom op, keren met dat ding. Oh, ik had hier naar rechts gemoeten. Stom, waar ik daar zie ik dat nu pas. Hoppa! Niet schieten, stop, please. Doet auw. Dit is gewoon rechtdoor, dit is snelheid maken. Hoe ver zitten ze achter ons? Oh shit, boot. Volgens mij zijn we ze kwijt. Dat zal wel heel erg relaxed zijn, dat betekent dat we gewoon rustig naar het strand kunnen gaan. Dat zei ik dus ook, check. Beetje mijn ideeën jatten, hè? Waar is mijn broer dan? Go to the shore. Waar is die knijt ook alweer? Oh ja, op de pier natuurlijk. Want die is daar natuurlijk gewoon blijven wachten. Waarschijnlijk is hij pannenkoeken gaan eten. Jimmy kennende. Ja, klopt. Daar ben ik heel goed in. Ja, het was op zich best een leuk feestje. Daar, rechterop af. Let's go! Oh, wat is dit allemaal weer? Allemaal boeien. Uh-oh. Hoppa! Tadaa! Ja, het is toch hartstikke gezellig op het strand, Jimmy. Allemaal leuke chickies in bikini. Hartstikke gezellig, hoor. Hartstikke leuk hier. Doei. Nee, dat heb ik niet. Ik heb je gered. Zullen we anders met z'n allen in de achtbaan? Ik zie er een achtbaan, dat is heel tof. Ik betaal. Of niet? Balen. Krijg ik nog punten of niet? Ik wil punten. Nu. Please. Heel veel. Faster than fish. Oh my freaking. Nice. 59 seconden. Ik zit 1 seconde onder het. Onder de minuut. Baas. Gewoon in één keer helemaal goud. Ik ben serieus trots op mezelf. Vaco Gamers. Als jullie mij even willen helpen weer. Like deze video dan eventjes. Dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Gewoon bij een gloednieuwe video van GTA 5. En dan gaan we de volgende missie proberen. Zou super tof zijn. Bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor het liken ook vooral. En tot morgen. Mazzel.